Yo, hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een splitsplinter nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe video. Ik ben hartstikke enthousiast. Ik hoop dat jullie ook enthousiast zijn. En ja, het wordt super leuk vandaag natuurlijk. Jawel, daar ben ik dan weer. Hartstikke vet, hartstikke leuk. Nieuwe video. Elke vrijdag om 4 uur of later als ik het niet kan redden. Vandaag ga ik vragen van kijkers behandelen. En jullie hebben fucking veel vragen achtergelaten. En dat is natuurlijk hartstikke cool om te zien. De eerste vraag is, waar ben ik nou bang voor? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk nergens bang voor. Maar vroeger was ik bang, had ik een enge film gekeken. En toen ging ik dus naar boven. En ja, toen was het eng, want ik dacht dan dat dat poppetje, dat enge poppetje, dat het boven was. En ik dacht van shit, oh my god, die komt naar me toe, wat een honk. Nog een vraag is, heb ik huisdieren? Zeker niet, nee. Ik heb geen huisdieren, ik heb een huisdier gehad en dat was een hond. Een hond die heette Pucky en dat was een HDD'er. En vroeger toen ik klein was, hebben mijn vader en moeder die hond weggedaan. En het was gewoon zo erg. Ik vond het zo leuk. Maar even zonder dolle. Ik vergeet het niet, ouders. Echt niet. Wat is mijn leukste vakantie? Ja, zeker weten. Ik ben naar Amerika geweest en dat vond ik een leuke vakantie. En Griekenland, dat was een super vakantie. We waren bij een camping met zwembad, met all-inclusive eten of zo. Ik weet even niet hoe je dat noemt. Maar dat was echt super cool. Want je kon gewoon ijs pakken in de ochtend, in de avond, in de middag. Het was echt super leuk. Echt waar. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Welke muziek luister ik? Ik luister heel vaak Wiz Khalifa. Dat is een rapper en die kan echt super goed rappen. Het is een super coole gozer. Wat is mijn favoriete serie? Ik heb een favoriete serie en dat heet Breaking Bad. Ja, ja, hartstikke mooie serie. Gaat over drugs. En ja, ze moeten, ik ga niet verklappen. Mensen die het nog niet gezien hebben, het is een hartstikke leuke serie. Zeker weten. En super cool, ja. Ja, lekker. Lekkere serie vandaag. Ja, zeker. Hoe laat ga ik naar bed? Nou, om 6 uur ga ik naar bed. En dan vraag ik aan mijn moeder mijn speentje. En dan ga ik warme melk zet ik klaar voor mezelf. En dan ga ik voordat ik slaap even warme melk drinken. En dan ja, en dan slaap ik om 7 uur lig ik in mijn bed en zo. Ja, leuk. Nee, even zonder dolle. Ik denk om 11 uur of zo dat ik in mijn bed lig. En dan ga ik nog appen. En dan wordt het 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur. En dan ga ik slapen om 4 uur. En dan ben ik, en dan ben ik weer moe. Ja. Wat vind ik van mijn eigen YouTube kanaal? Nou, dat is echt moeilijk om dat te zeggen. Want ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind het een leuk kanaal. De kledingstijl is leuk bedacht. En ja, leuke banner, leuke video's denk ik. Ik weet het niet. We zien het wel. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn YouTube kanaal? Schrijf dat hier in de reacties. Dat wil ik eigenlijk wel weten. Zing ik onder de douche? Nou, ja, zeker. Heel hard. Dan zing ik zo. La 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 la. Wanneer ga ik eens paardrijden? Ik weet nog niet. Misschien ga ik een keer een video maken dat ik ga paardrijden. Ik heb connecties met manege Landsbergen. Dus misschien kan ik een keer een serie maken. Eentje dan. Een video dat ik ga paardrijden. En dan ga ik falen, jongens. Dat wil je niet weten. Dan lijk ik net Sinterklaas. Maar dan anders. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. We gaan verder met de volgende reactie. En dat is de laatste. Ben ik gay? Nou, nee. Ha, snap je hem? Ben ik gay? Nou, nee. Ja, die is ook wel echt heel leuk. Die zou ik echt op je verlanglijst zetten. Ben ik gay? Nou, nee. Nee, zeker niet. Nee. Ik val op meiden. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de Q&A video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder. En plaats een reactie als jij dingen wil vragen. Want dat is natuurlijk leuk. Want er komt jouw reactie in mijn video. Zeker weten. Dat is zeker mooi. Zeker weten. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja. In mijn stoel. Die is aan het kraken. Dan zie ik jullie bazen weer later.